Hallo, de heren. Heeft u ook gelezen van België en Frankrijk, waar een heleboel heibel is en de poppen aan het dansen? Omdat op sommige scholen islamitische meisjes geen hoofddoekje mogen dragen? Er is een hoop anti-islamitisme hoor, in België en Frankrijk. Veel meer dan Nederland. En ook antisemitisme. Wat eigenlijk van hetzelfde laken een pak is. Want het christendom en het jodendom en de islam erkennen alle drie Abraham als aartsvader. Nou, en om dan te gaan zitten te pieten te peuteren over een hoofddoekje, gaat mij boven de pet hoor. Gelukkig zijn Nederlandse schoolhoofden niet zo dom, zijn toleranter. Hè? Die laten zich het hoofd niet op hol brengen. Nederlandse mannen wel, hè? Laten zich gauw het hoofd op hol brengen. Hè? Nederlandse mannen zijn een beetje dom. Hè? Nederlandse mannen willen meteen hun hele mevrouw zien. Hè? Terwijl het veel zinnelijker is om eerst alleen de ogen van de mevrouw te zien. Toen ik mijn vrouw ontmoette, droeg zij nog een tjador, een sluier. Ik zag alleen haar ogen. En toch was ik meteen volkomen de pineut op haar. Ach, hier moet me zo denken, het is de evolutie. Het heeft allemaal zijn tijd nodig, hè. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. Elke dag een draad gesponnen, geeft een hemdsmouw in het jaar. Want mijn moeder draagt een sluier, mijn vrouw draagt een hoofddoekje en mijn dochter draagt een walkman. En ik hou echt van hen, alle drie, evenveel. Heren, het genoegen was geheel aan mijn zijde. Mevrouw, mag ik het niet?